Dolf, dit is ook een grachtenpand en dat heeft eigenlijk een royale en rijke uitstraling. Het is 19e eeuws en er zitten veel decoratieve elementen aan die het geheel eigenlijk moeten bevestigen dat er mensen gewoond hebben die zich wat konden permitteren en dat graag aan de bewoners van de gracht en bezoekers etaleren. Je ziet dat er een eenvoudige raampartij in zit met een leuke decoratieve boog erboven die afgewerkt is met wat hoekstenen. En als we naar beneden gaan, dan zien we daar dus twee deuren, waarvan de één, ik denk de rechtse, naar de bovenverdieping gaat en de andere waarschijnlijk naar het café. Het is zo, als je die deur open doet, dat je dan ook in de ruimte van het voormalige café staat. Maar door de tijden heen is er natuurlijk altijd heel veel veranderd aan die panden en nieuwe bewoners, nieuwe wensen. Vroeger zaten er ook twee luiken voor de grote groene deuren in het midden, waar je aan kon zien dat bier dus, de biervaten in dit geval, naar binnen gerold werden. Je ziet ook twee hele leuke klassieke decoraties boven de ramen. En dat is ook weer terug te vinden binnen, boven de tap. In ieder geval waar de tap gestaan heeft, vind je dezelfde leuke decoratieve elementen aan. Het is natuurlijk niet oud, het is allemaal, laten we zeggen, zo 19e eeuws om een bepaalde allure aan het pand te geven. Dat geldt ook voor het glazen loodwerk, wat eigenlijk, als je heel goed kijkt, geen enkele waarde, esthetische waarde in het pand heeft. Maar dus als je binnen zit, dat toch misschien met het tegenlicht een leuke ervaring is.